En Marjan met volle mond. Waar zijn we nu weer? Weer bij de Lektocht. Weer bij de Lektocht. Het wordt wel een soort, hoe heet dat? Een jaarlijkse traditie, juist dat woord zocht ik. Dus, maar we hebben ook nog twee andere T2's. Nou, één T2, de andere is aanhang. Wat gaan we doen vandaag? Zwemmen. Hoeveel? 2 kilometer. 2 kilometer. En nog een bepaalde doel? Gewoon relaxed? Wel op tijd? Gerelaxed. Okay. Ik hoop hier naar de 35 minuten. Oké. En Marjan, nog een doelstelling? Nee, ik heb geen doelstelling. Het is voorbereiding voor de 4,2. Oké, en 4,2 gaat van waar naar waar? Van huis naar Almere. En dan zitten ze eigenlijk gewoon voorbereiding. Dat kan doen. Dus je gaat hem heen zwemmen, twee en dan weer terug, of niet? Nou, hier niet. Hier niet, oké. Okay. Dat is wel de afstand. Ja. En hoe warm was het water? 24 graden. 24 graden. Kijk, en toch hebben we de wetsuits meegenomen. Maar Ilona niet hoor. Nee, nou ja. Precies. Nou, we gaan het zien. Zal ik mezelf er ook nog even zien? Ja. Dus, ik ga dus ook nog 2 kilometer zwemmen en wel in pak. En ik ben erg benieuwd hoe het gaat, want ik heb gisteren alleen maar steen uit mijn tuin gesjouwd. Dus misschien dat ik na een kilometer of 1-0 mijn armen niet meer omhoog krijg. Maar dat zullen we wel weer zien. Maar wat is je doelstelling? Mijn doelstelling is om gewoon relaxed uitzwemmen en niet proberen al te gek te doen. Dat ik samen met de hele clan, met wie we ook mogen zwemmen, ik denk met Marjan, weer uit het water komen. Tot straks dan. Ja, tot straks. En het ziet er gezellig uit hier. Ze hebben er gewoon een dagje uit van gemaakt.